Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een vlog voor jullie. Het is vandaag maandag. En ik ga over een half uurtje weg. Ik ga naar het ziekenhuis. En vanmiddag weet ik niet wat ik ga doen. Ik ben me dus nu voor. Ik heb me dus klaargemaakt al. Ik heb mijn haar gedaan, opgemaakt, aangekleed. Ik zal jullie nog even laten zien wat ik aan heb. En niet op mijn nagels. Ik heb geprobeerd mijn nagels te lakken. Maar het is heel lelijk geworden in dit weekend. Dus ik moet het zelf afhalen. Maar goed, dit is dus wat ik aan heb. Ik heb gewoon mijn trui aan, mijn hoodie aan. Gewoon een zwarte hoodie. Ik vind het altijd wel prima. Zo. Spijkerbroek, zwarte sokken. Ik ga nog zwarte laarsjes erbij aan doen. Maar dat is wel lekker warm zo. Nou ja, verder. Ik vind mijn make-up echt mislukt. Ik ben dus een beetje aan het experimenteren met, hoe heet dat? Wat ik laatst in een video heb laten zien van top 10 favoriete make-up op dit moment. Dat was zo'n paletje met fluwelen bronzer dingetjes, weet je wel? Daar ben ik mee aan het experimenteren. Maar ik merk gewoon dat in de winter word ik echt bleek. Kijk, dit zou mijn gezicht zijn. Dit zou mijn huidskleur zijn. In de zomer. Zo bruin. En dit ben ik in de winter. Dus je ziet heel erg het verschil. Nou, ik negeer het maar even voor vandaag. Nu valt het nog heel erg op. Maar mijn make-up vervaagt toch wel door de dag heen. Dus dan valt het wat minder op. Alleen ik moet er echt mee leren omgaan. Die highlighter of kleur vind ik wel heel chill trouwens. Maar ik vind dit gewoon. Ik moet het nog even leren blenden en doen. Maar goed, dat komt vanzelf. Goed, ik ga dus even naar beneden. Ik ga mijn schoenen aandoen. Nou, ik ga eerst mijn nagel eraf halen. Want ik kan zo echt niet naar het ziekenhuis voor gesprek. Dat kan echt niet. Maar goed. Ik ga dus mijn nagel eraf halen. Ik ga naar beneden mijn schoenen aandoen. Tas inpakken. En dan gaan we weg. Dus tot later. Hoi, het is 3:40. Ik ben thuis uit het ziekenhuis. Dus ging verder wel goed. Ik ben daarna nog even naar de Action geweest trouwens. En heb ik wat gehaald. Dit. Dus crème voor krullend haar. Dat moet je erin doen net wassen. En spray. Tegen pluizig haar. En lipmasker. Ik weet niet. Het leek me wel grappig om een keer te proberen. Dus ja, nooit geprobeerd. Dus dat gaan we doen. En sheet masks. Ja. Ik heb nog heel veel maskers hier liggen. Maar ik dacht, daarom kan ik het ook niet een keer proberen. Dus ik heb meegenomen. Kijk, ik heb hier nog een masker liggen. Ook een sheet mask. Ook nog nooit geprobeerd. Of nou, nee, nog nooit gebruikt. Peel-off masker. Maar goed. Heel veel dus. Ik zal even opruimen. In de kast zetten. Zo. Iets. Dat is. Goed. En ik ga nu even mijn schoen uitdoen. En dan even met mijn moeder een spelletje doen. En even bijpraten. Over hoe het was, het ziekenhuis en zo. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Logisch. En verder ga ik vandaag eigenlijk niks meer doen. Denk ik. Nee, ik weet wel zeker. Maar goed, dat dus. Dat ga ik nu even doen. En ja, dan zullen jullie mij vanavond nog wel even zien. Ik moet vanavond nog wel even leren voor de toets van morgen. Morgen biotoets. Nog helemaal niet geleerd. Dus dat moet ik wel even gaan doen. Maar goed. Verder ging het in het ziekenhuis prima. Gewoon een gesprekje gehad. Ook nog met mijn moeder erbij. Dus even gehad over hoe het met mij ging. Hoe ik me voelde en zo. En nou ja, alles. Wesley en mij. En op school. En nou, overal een beetje over gehad. Want ik ben een maand. Het is nu een maand geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest. Dus ja, mag ik ook wel even weer een gesprekje hebben. Dus wat afspraakjes gemaakt. Dat ik elke zondag even met mijn ouders ga praten. Maar verder. Ja, niks eigenlijk. Ja, gewoon gepraat. Ik eerst alleen met haar. Toen moest ik mijn moeder even ophalen. Maar verder hebben we niks gedaan. Dus ja, dat ga ik nu nog even doen. En trouwens, ik heb dit opgeruimd, hè. Verder gaan. Ik heb deze helemaal uitgezocht. Ik heb make-up weer anders neergezet. Zat eerst in zo'n wit bakje, voor wie het zich nog kan herinneren. Maar nu niet meer. En ik heb dat kastje helemaal opgeruimd. En ja, dit ook nog wel een beetje, zeg maar, hier. Alleen nou moeten die witte bakken daar zo nog. Dus moet even kijken wanneer ik dat ga doen. Maar goed, ja, dat doe ik dus in mijn vrije tijd. Yeah.
Goed, ik ga dus nu even naar beneden thee drinken, spelletje doen. En verder even helemaal niks. Even gewoon bijkomen van ja, best wel een moeilijk gesprek eigenlijk deze keer. Ik heb wel vaker lastigere gesprekken gehad, maar dit was wel een van de wat meer gevoelsliggende gesprekken, zeg maar. Maar ja, dat komt ook altijd wel weer goed. Hopen we tenminste. Maar goed, dat dus. Ik ben ondertussen mijn schoenen uit doen. Voel je zich afvraagt, wat ben je aan het doen? Ja, dat dus. Dus ja, dat ga ik nu even doen. Ik ga naar beneden. En dan zien jullie mij vanavond denk ik pas weer. Na het eten, dus ik denk rond de uur of 6, 6:30. En ik ga vanavond nog even mijn Wesley bellen. Even praten. Dus ja, dat. Goed, ben ik zo weer bij jullie terug denk ik. Ja. Dat dus. Jo, mooi. Nou, ik ben er weer. Het is 9:30. En, ja. Ik ga bed. Ik heb vandaag niet veel gefilmd, dat weet ik. Maar, ja, ik was. Ja, met mijn moeder in gesprek. Met het ziekenhuis kon je ook niet echt filmen. Een beetje. Ja. Vind ik niet echt respectvol. Maar ik heb net mijn make-up eraf gehaald. Nou, dat valt ook echt wel te zien. En ik ga nu lekker op bed. Ik ga deze vlog nog even, hoe heet dat? Shit. Ik ben de naam ervoor kwijt. Nou, dat krijg je dus als je de hele dag al druk bent. En in je hoofd heel druk bent, dan vergeet je dat. Maar goed, ik ga deze vlog nog even online zetten en bewerken en zo. Dus dat ga ik even doen. Ik ga me even omkleden. Pyjama aan doen. Ik zit nu nog in mijn kleren. Dus ja, dat ga ik even doen. Dus ja, dat. Ik hoop dat jullie deze vlog in elk geval wel leuk vonden. Ondanks dat ik toch niet heel veel buiten dit hele gebeuren heb gefilmd. Maar niet uit. Man, ik ben wel echt moe. Ik heb ook heel slecht geslapen afgelopen nacht eigenlijk. Ja. Ik heb stukken wel goed geslapen, maar toen ik wakker was en echt de dag door, toen dacht ik, oh, dan heb ik slecht geslapen vandaag. Dus ik hoop dat ik het vannacht wel ingehaald. Ik moet morgen om 9:00 beginnen. Maar het sneeuwt heel erg, dus als er zoveel sneeuw morgen vroeg ligt, dan kunnen ze bij mij de pot op de eerste en de tweede uur misschien zelfs nog wel. Want dan ga ik niet in die gladheid en in de zoveel sneeuw naar school. Want ja, fietspaden worden wel goed gestrooid en zo, maar hier en daar is het toch wel heel glad. En helemaal, zeg maar, hier in de straat heb je, zeg maar, ja, wel van die bochtjes die je moet maken. En het is wel echt spekglad, dus ik weet nog niet. Moet ik even kijken hoe het morgen is. Maar ja, dat ga ik dus nu doen. En dan sluit ik bij deze dus de vlog af. Dus ik zou zeggen, slaap lekker allemaal. En dan zien jullie mij bij de volgende video wel weer. Bye!